Hij was altijd een hele harde werker en nu doet hij dat niet meer. En dat is jammer om te zien. Luister dan, binnen nu en een jaar ben ik sowieso miljonair. Jesse is volledig aan zijn schoenen gaan lopen toch sinds wel, dat hij bekend is geworden. Ja, ik weet het van zijn succes wordt wild bij het web vandaar natuurlijk. Ja. Jesse haatte eerst influencers, maar nu is hij er zelf één. Nou, we moeten het er gewoon echt even over hebben. Eerst kwam hij nog wel eens bij me langs, maar ik heb hem nu al maanden niet gezien. Ik wil helemaal geen Videoland-serie. Ik denk dat mijn droom nu uitkomt. Nou jongens, gelukkig krijg ik geen eigen Videoland-serie. Welkom bij de 14e aflevering van Iedereen Haat Mij. Allereerst wilde ik even laten weten dat 70% nog niet geabonneerd is. En ik wilde ook even laten weten dat me dat helemaal niks uitmaakt. Dus mochten er YouTubers zijn die het elke video laten weten, ik hoop dat je op een Lego blokje stapt. Als die mensen je video's echt zo leuk vonden, dan hadden ze wel geabonneerd. Trouwens, bij de 420... Elke YouTuber is auto's aan het kopen en Jesse was deze week nog aan het janken op zijn Instagram over het feit dat zijn fiets gejat is. Jongens, fiets gejat. Heeft iemand nog een fiets voor mij? Waarom zou je mijn fiets jatten? Mijn fiets is echt fucking lelijk. Wat moet ik nu doen? Hoe krijg je het ook voor elkaar? Hoezo? Hoe krijg ik het voor elkaar? Ik heb hem niet gejat. Nou jongens, we hebben een goede vervanging. Hier is hij, mijn scootmobiel. Ja, ik... Gaat ie? Hier, kom erbij. Crispy, yeah that boy crispy. Head to tongue gleaming, yeah I know they can't miss me. See a boy a mile away, my kicks is really hitting. Looking like that meme, then them boys really spitting. I just put an ISO logo on a damn sweater vest. I got little money watching power, give us our respect. Then my be so fresh and them boys be so clean. Zoals je kan zien, gloednieuwe velgen. Het mandje waar alles in past. En uiteraard de koplamp. Mag ik nog vragen? Hè? Ja, natuurlijk. Een foto of handtekening? Kan ik wel. Ik vraag een enquête in. Enquête? Ik ben echt heel druk op dit moment. Hier. Ik heb mijn spreekwoord over jou gedaan. Niemand in mijn klas kende jou alleen. Ja man, dit is vaker gebeurd. Zo, ja, is fucked up man. Gooi anders nog een keer met je krukje, dat vinden de mensen leuk. Nou jongens, na al die jaren is het eindelijk gebeurd. Iemand heeft me gedurfd te dissen. De enige echte Uni Genix met 84 subscribers. Kijk meneer, ja? Iemand heeft mij gedist. Want? Ja, dat weet ik ook niet. Ik ben een hartstikke aardige jongen. Nee, ik kan er ook niet zien. Succes. Dank u wel. Hey bro, ga je nog bars spitten of? Oké. Come on. Apart. Eigenlijk ben je best apart. Oké. Dis iedereen en gebruikt al je vrienden. Maar zonder hun zou ik je nu bij de oude brug vinden. Je inkomsten zijn laag. Facts. Maar het had dat iedereen al lang gezien. In Marrakesh bestel je de mensen met hun echte fake Gucci. Ja, sorry, dit is echt helemaal kut eigenlijk. Dus mocht jij wel kunnen dissen, doe een poging en laat het me weten. OK zegt, views lager dan mijn cijferlijst. Ja, ik zeg je eerlijk, het is niet meer wat het was. Ik ben ook bang dat ik een nieuwe baan moet gaan zoeken of zo. Ik zeg je eerlijk. Hey bro. Nieuw job, nieuw me. Woe! Oh. Zo, daar zijn we weer. Petitie. De cameraman neemt voor één keer de video over. 8 likes, dus ik denk dat de petitie geslaagd is. Wat moet ik doen? Dat is een cameraman. En de volgende comment is van Robin PL. En hij zegt... Je weet toch. Ik wacht al weken op een nieuwe video. Is de video met 5 minuten. Het werd net leuk. Nou, gelukkig heb ik goed nieuws, Jesse, voor jouw kijkers deze keer. Deze video is ook 5 minuten. Yes, jongens. En doe ook even een blauw duimpje omhoog. En ik heb een nieuw bril. Slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky can get high with me, that's a deal, right?